Welkom bij Onder Ogen, het televisieprogramma van Schiet TV met onze actualiteiten. Vandaag is het zaterdag 7 december. Het is trouwens de dag dat kroonprinses Amalia 16 jaar wordt. We hebben een bomvol programma. We praten onder andere over het overlijden van raadslid Andreas Rozen. En ik wil gelijk maar het eerste onderwerp gelijk bij de kop pakken. We hebben hier vanmorgen aan tafel zitten Arie Valerius, Monique Rotteveel en Jan Meesters. Jullie zijn allemaal van lokaal onafhankelijk Schiedam. Gecondoleerd met het overlijden van jullie fractievoorzitter. Ja. Dat is hier bij dit station ook als een bom ingeslagen. Dat zal bij jullie niet anders zijn, Arie. Dat is inderdaad als een bom ingeslagen, want wie had ooit verwacht dat onze fractievoorzitter zomaar van het ene moment op het andere heen zou gaan. Onvoorstelbaar, niemand begrijpt het ook en nog steeds niet. Nee. Nog even, wat is er precies met hem? Hij was 57? Hij was 57. Andreas stopte al toch wel een tijdje met zijn gezondheid. Hij heeft ooit leukemie gehad en daar was hij van genezen. Maar dan ben je toch een klein beetje gevoelig voor andere dingen. En hij heeft waarschijnlijk een bacterie opgelopen op de een of andere manier. We weten niet hoe. Het kan door werk zijn gebeurd. Het kan door een bacterie. Het kan door een verkoudheid waardoor hij bloedvergiftiging heeft gekregen. En zo is het eigenlijk gegaan. Hij voelde zich dinsdag al niet zo lekker. Hij zat natuurlijk in de raadscommissie. Daar was hij nog bij aanwezig. Commissievergadering. Oh, sorry, commissievergadering. Ja. Ja. Is toen naar huis gegaan of naar het ziekenhuis gegaan? Hij is, voordat we begonnen had hij al tegen Monique gezegd, ik voel me niet zo lekker. En tegen mij, en we vonden hem er al niet zo tof uitzien. Hij heeft nog wel 3 keer het woord genomen in de commissievergadering. Op een gegeven moment ging het niet meer tijdens de pauze. En direct na de pauze heeft hij eigenlijk gezegd, ik ga naar huis. Ik voel me niet lekker. Het vervolg is bekend. Ja. Monique, jij kent hem ook al heel lang? Ik kan hem nog niet heel lang. Ik werk nu eigenlijk 2 jaar met Andreas en Arie samen. Maar het voelt eigenlijk als 3 keer zo lang, want ja, je bent wekelijks bij elkaar, bijna dagelijks of onderdag telefonisch contact, appcontact. En dan de dag daarna, dan komen jullie, neem ik aan, als fractie kom je bij elkaar om in ieder geval het verdriet met elkaar te delen. En dan moet er... Nou ja, het verdriet is eigenlijk gelijk woensdagavond al gedeeld met de hele raad. Waar we apart zijn gegaan en... ik heb zoiets natuurlijk in zo'n raad in de politiek verder ook nooit meegemaakt. We waren echt allemaal één en iedereen was echt helemaal uit het veld geslagen. En we hadden echt wel heel veel troost bij elkaar. Ja, en hoe nu verder? Want laat even zeggen, het college en de raad, de vergadering is uitgesteld. Het college doet hier en daar een stapje terug om niet te veel publieke taken te doen. De vergaderingen zijn allemaal opgeschort tot na de crematie. En de eerstvolgende raadscommissie, die eigenlijk vervallen was afgelopen week, die staat nu op 17 december. En de raadsvergadering, die staat op 19 december. Precies, En dan proberen ze weer een beetje op te gaan pakken. Ja. Want daar zijn jullie natuurlijk neem elkaar mee bezig, want Arie, hoe nu verder? We hebben ook Jan Meesters aan tafel. Jan, wat wordt jouw rol binnen deze fractie? Nou, mijn rol is tot op heden steeds een beetje op de achtergrond geweest. Dat heeft uiteraard te maken met de kiezer van destijds, in maart 2018. Dus ik fungeerde als fractiemedewerker. En hielp de fractie zo goed mogelijk bij het ondersteunen van allerlei politieke zaken. Waarschijnlijk is het dan zo dat je vanwege het wegvallen van Andreas een stukje opschuift om toch weer een complete setting te krijgen voor de gemeente. Want hebben jullie al, misschien is dat een beetje nog een ongepaste vraag, terwijl je bezig bent om het een en ander te verwerken. Maar wordt er al nagedacht wie het nieuwe boegbeeld van jullie partij gaat worden? Monique? Nee, daar hebben we verder nog niet over nagedacht. Vinden we ook helemaal niet relevant op dit moment. En het is gewoon niet belangrijk. We komen eigenlijk een beetje
persoonlijk, zowel in de politiek, nu in een beetje rollercoaster terecht de komende weken. En daar zullen we nog over gaan praten. Ja. En dat zien we nog wel. Ja. Arie, jij hebt André het lang gekend. Als je hem zou moeten typeren, voor de kijkers die niet weten wie hij was. Je hoort heel snel, het was een beetje de mopperaar vanuit ja, de raad. Ja. En altijd met specifieke vragen. En clashen nog wel eens met de voorzitter. Nogal. Maar dat mag ook wel een beetje, hè, want zonder schuring geen glans. Probeer hem eens te omschrijven. Andreas was een zeer markant man. En hij had heel veel vrienden en ook een paar vijanden. En ik moet je eerlijk zeggen, tot die laatste categorie heb ik ook wel eens gehoord. Een jaar of 20, 25 geleden. Toen hadden wij ons eerste contact, omdat wij beide ondernemer waren. En toen heb ik menig discussie met hem gehad. Want zoals je weet, het was nogal een recalcitrant type. En ja. Waar kwam dat door? Of zat het gewoon waar kwam dat door? Omdat hij in zijn DNA? Dat zat hem in zijn DNA. Maar hij heeft gewoon een hele uitgesproken mening. Dat hoorde gewoon bij hem. Ik heb wel eens gezegd, als heel de wereld ja zegt, zegt hij nee. En als heel de wereld nee zegt, zegt hij ja. Het was een geliefde aparte man. En wat je zegt, menig discussie ook in de raad hadden we. En dan was het altijd, en ik zat me altijd te verkneukelen. En dan zag ik hem helemaal zo opleven. Ik denk, let op, daar komt het. En dan kwam het ook. En dan gooide hij hem erin. Ja. En dan duurde de vergadering gewoon een half uur, een uur langer. Ja, precies. Jan Meesters, als je zou moeten zeggen, wat voor stempel... we hebben hier een huisvlieg inmiddels zitten. Ja. Die in het programma ook graag wil optreden. Ja. Als je lokaal onafhankelijk Schiedam zou moeten typeren, wat is dat voor partij, voor de kijkers die niet weten wat dat is? Nou, ik ga ervan uit dat de kijkers dat wel weten. Want we hebben daar twee jaar geleden een heleboel propaganda voor gemaakt. Ja, maar soms vervliegt dat, hè? Maar we zijn dus eigenlijk een vrij unieke partij voor Schiedam. Omdat we er alleen maar zijn in principe voor de Schiedammers. Het zit al een beetje in de naam opgesloten, hè, lokaal. En wij doen het dus voornamelijk voor de Schiedammers. Ja. En dat maakt ons verder niet zoveel uit. We proberen het gedachtegoed van Andreas uiteraard zoveel mogelijk te blijven presenteren. En wat is dat gedachtegoed dan in drie zinnen? Ja, dat is eigenlijk gewoon er zijn voor alle Schiedammers. En dat doen die andere partijen niet? Nou, die hebben toch meer een bepaalde richting. Voornamelijk ook uiteraard een politieke richting. En wij hebben dat uiteraard ook wel. Maar we proberen daar toch zoveel mogelijk richting aan te geven via het feit dat we er vanuit ons gedachtegoed zijn voor alle Schiedammers. Ja, maar dat doen andere lokale partijen doen dat ook. Dus ik probeer even te zoeken naar wat jullie dan, om het in goed Nederlands te zeggen, unique selling point is. Wat maakt jullie dan bijzonderder of specifieker dan die andere partijen? Maar misschien mag ik erop antwoorden? Arie. Er is een indeling in de raad. Links, SP, GroenLinks en zo. Dan verschuift het een beetje naar het midden. En wij zitten helemaal aan de rechterkant. Ja, dat betekent natuurlijk ook een rechtse partij. Dat wij, daar durf ik eerlijk vooruit te komen, we zijn een eerlijke rechtse partij. Ja, geen populistische partij? Absoluut niet populistisch. Nee, gewoon, maar jullie hebben ook wel wat roots binnen de PVV en het gemeentebelang. Als ik daar een eerlijk antwoord op moet geven. Graag. Wij, natuurlijk. Wij hebben nogal wat affiniteit, nogal wat niet. Alles. Want er zijn uitspraken gedaan die ons helemaal niet goed ter oren zijn. Die niet goed bevallen zijn bij ons. Maar we sympathiseren toch wel enigszins met rechtse politiek. Ja. Daar blijven we wel eerlijk in. Ja. En wat is nou, laten we zeggen, het belangrijkste wat jullie als fractie de komende tijd, als ik het even over de komende maanden, wat zouden jullie graag gerealiseerd hebben? Dan heb ik ook een beetje even een lading erop. Als ik daarop moet antwoorden, wij zijn nog steeds, we zitten nog eerlijk gezegd in een soort roes van wat er gebeurd is. Ja. Hoe zou je willen dat Andreas herinnerd zou worden in Schiedam? Oei. Mag je ook aanvullen, hoor? Want anders lijkt het. Ik denk dat Monique. Dat, ja, als je eigenlijk naar de foto kijkt die ik dan hier rond zie gaan van Andreas. Ja, voor mij zegt dat eigenlijk al meer als genoeg. Een dwars, eerlijke, rechtvaardige man
die het hart op de tong had en toch het beste met alle burgers voor had. Ja. Dat was eigenlijk wel uitgesproken. Andreas recht door zee en altijd eerlijk. Ja. En gelukkig hadden Andreas en ik meer overeenkomst dan dat we in het begin zouden denken. En dat is wel heel prettig. En ik denk dat hij ook zo herinnerd zou willen worden. Ja. Geen poespas, maar niet lullen, maar poetsen. Ja. Hebben jullie dat ook een beetje in je DNA zitten? Want om laten we zeggen, zijn werk voor te zetten. Vraagt Jan? Ja, ik denk het wel, ja. Want anders, je voelt je op een gegeven moment thuis. Bij een bepaalde club, of een vereniging, of een politieke partij. Ja. En als je je daar thuis voelt, dan heb je eigenlijk een bepaalde band al reeds. Ja. En Andreas was iemand die band wist te versterken. En die zat, we zaten afgelopen maandag in fractievergadering bijeen. En dan is het altijd Andreas die een bepaalde richting aangeeft en een bepaalde saamhorigheid weet te krijgen binnen de club. En waardoor je ook, je voelt je eigenlijk gewoon ook opgenomen in de groep. Ja. En dat is wel iets wat ze gemissen. Zit hier de nieuwe fractievoorzitter aan tafel? Waarschijnlijk wel. Ja? Ja. En wie gaat dat worden dan? Nou ja, dat is voor jou een vraag en voor onze weten. Nou, misschien wil de kijkers het ook wel weten. Nou, dat komt de kijker wel te weten, maar nu nog niet. Maar er is een gezegde. Het gerucht gaat dat Jan dat gaat worden. Ach, echt? Ja. Nou, een beetje meer dan wij. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou kunnen, ja. Wanneer gaan we dat horen? Kijk, de koning is dood, leven de koning. Zo werkt het niet. Snap ik. We willen nu eerst even in alle rust een aantal dingen afwachten. Ja. Maar ik beloof je, zodra er iets officieels bekend is, is Schiet TV een van de eerste die het gaat horen. Ik hoop de eerste. Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd, ook voor de familie. En dinsdag ook, want dat wordt best wel een beproeving. Dank voor jullie komst naar dit programma.